Als de kinderen een hut willen bouwen met een verdieping erop, dan hebben ze toestemming nodig, een zogenaamde bouwvergunning. Dan gaan ze een van de controleurs vragen waar ze naar kijken. Waar kijken jullie naar? Nou, we kijken of de hut een beetje stevig staat, of de hoeken goed in elkaar zitten. En dan schudden we een beetje eraan. En als wij erop kunnen staan, dan is het helemaal goed. Dan geef je een bouwvergunning af voor één verdieping? Dan geven we een bouwvergunning af voor de eerste verdieping. En daarna, als ze nog verder willen, dan komen we nog een keertje langs. Jullie doen dit met z'n tweeën? We doen het met z'n tweeën. Daar is mijn collega en die schrijft ze uit. Wie schrijft die blijft? Wie schrijft die blijft, ja. Kijk, daar is die. Waar letten jullie op? Nou, dat het een beetje stevig en veilig is. Dat we er niet, dat ze er niet doorzakken. Dus als een van ons erop blijft staan en hij zakt niet in elkaar, nou, dan mogen ze er een laag op bouwen. Wat staat er op zo'n bouwvergunning? Nou, door wie die overhandigd is, wanneer en uiteraard het hutnummer. Zodat iedereen weet dat deze hut goed is. Dus dat wordt net aan de buitenkant gespijkerd. En dan, dan ziet iedereen van de leiding, nou, deze is goed om door te bouwen. Ja, maar hij is goed. De bouwvergunning moet dus op de hut gespijkerd worden. De bouwvergunning moet op de hut, ja. Ja, die blijft bij de hut. We zijn aanbeland bij de EHBO. En de EHBO is heel belangrijk tijdens de Huttenweek. Want er gaat wel eens een spijkertje door een voetje heen. Een klapje op de duim. Is het erg deze dag? Mark? OZU Radio en TV, wat fijn dat jullie er weer bij zijn. Helemaal super is dat. Nou, we hebben eigenlijk betrekkelijk weinig klanten nog maar gehad. Dit is onze administratie. Ik tel er wel geteld 37. Dus dat valt nog mee. Het zijn meestal schaafwondjes of een klein zaagwondje. Of de voeten met spijkers erin, dat valt reuze mee. Want alle kinderen hebben als het goed is veiligheidszooltjes in hun schoenen. Dus er komt geen spijker doorheen. Dus die maatregelen hebben we dan wel getroffen. En voor de rest valt het eigenlijk ten opzichte van vorig jaar. Toen was het echt veel drukker. Toen stonden hier omheen ook allemaal nog tenten. Is het wat rustiger. Gelukkig. Karin, ik zag jou lopen met een jongen die had verband om zijn voet. Ja. Wat was er gebeurd? Ja, beroepsgeheim, hè, bijna. Nee, de kinderen zijn natuurlijk heel enthousiast en leuk aan het spelen met z'n allen. En dan gaat er wel eens een keer een misstapje of dan gaat er eens een keer een balk of een pallet naar beneden. En dan zitten zo'n voetje soms er wel eens tussen. Dus ja, dat soort dingen gebeuren. Verbandje eromheen, aandacht, koude. We hebben genoeg materialen hier ook om ons heen. Dus de eerste opvang kunnen wij zeker waarborgen met elkaar. En een snoep. Is altijd, doet altijd goed. Dus, mocht het vervelender worden, dan bellen we altijd de ouders om de kinderen op te komen halen. Dus, Carla, het is beter dat je de ouders belt dan de ambulance, hè? Ja, daar zijn we altijd heel erg bang voor, want je houdt je hart vast. Kleine kinderen die nog nooit een zaag in hun handen hebben gehad en dan met een grote zaag rondlopen. Of je bent toch altijd wel, je houdt wel je hart vast. Maar gelukkig hebben we dat nog afgelopen jaren niet meegemaakt, dat ambulance hoe we hebben hoeven bellen. Spijkers gehaald, hebben jullie spijkers tekort? Ja, op zich wel, want we zijn heel erg bezig met het dak nu. Dus daarom hebben we niet heel veel spijkers, dan moeten we even wat halen. Hadden jullie een bouwvergunning aangevraagd om een etage erop te zetten? Nee, nog niet. En toch spijkers nodig? Dat gaan we zo meteen doen. We moeten het dak nog verstevigen. Dus. Voordat er een verdieping op mag. Dus ze zijn wel al langs geweest? Ze zijn wel langs geweest, maar we mochten nog geen vergunning omdat het dak niet stevig genoeg was. Nou, hard timmeren dan, zou ik zeggen. Ja, dankjewel.
programma is mede mogelijk gemaakt door Jack van der Laan Schilderwerken, Chinees specialiteitsrestaurant Heng Va, autobedrijf Paul Goeman, Size Up Fashion, Otmotoren, Keurslager Dick Kok, timmerwerken Geert Ronzijn.